Hi Ram, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 18. En dat is van maandag 1 mei tot en met zondag 7 mei. De kaart schudt om te kijken wat deze week voor de Ram gaat brengen. Dan lijkt het erom alsof deze week eigenlijk wat dingen voor jou kunnen veranderen. Alsof er echt een beetje een energie is om dingen naar de toekomst toe te gaan veranderen. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat er in een bepaalde omgeving eigenlijk bepaalde dingen misschien gezegd worden. Of dat je een bepaald gevoel erbij krijgt. En waarbij je ineens denkt van, oh, maar ik wil dat aanpakken. Of ik wil dat op een andere manier doen. Het lijkt dus vooral te zijn dat er ideeën komen naar de toekomst toe. Waarbij je nu wel in actie gaat komen. En ik heb het idee dat er heel veel aandacht is voor een nieuw stuk. Het lijkt dus ook echt alsof er iets nieuws mag gaan komen, wat deze week ineens een soort van vorm gaat krijgen. En dat lijkt een beetje te komen door een situatie die er deze week is. Het hoeft niet meteen de aanleiding te zijn. Het zet je alleen maar vooral aan tot nadenken over een bepaalde situatie. En daar lijkt je dan weer heel veel in beweging over te gaan komen. Dit was weer een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.